naam is Stolf Tins en ik ben op zoek naar kinderen. Kinderen die samen met mij op zoek kunnen gaan naar kabouter. Toen ik hier een paar dagen geleden in het bos rondliep, kwam ik een heel klein kaboutervrouwtje tegen. Haar naam was Nuweniet. Nuweniet was heel alleen. Ze was al 100 jaar op zoek naar een kaboutervriendje. Ik heb een tekening van hem gemaakt en, ach, er mist nog wat. Natuurlijk, zijn neus. En zijn mond, dat was ik nog even vergeten. Zo kan iedereen hem vinden. Geen enkel probleem. Hé, beweeg jij nou? Ja! Oh! Ja! Je beweegt! Natuurlijk! En jij bent een kabouter? Ja, ik ben een kabouter. Zeg kabouter, dat is werkelijk fantastisch. Zeg, want ik ben namelijk op zoek naar een kabouter. Gevonden! Ja, gevonden! Hij zegt, hoe krijg ik jou nou in het echt? Nou, gewoon de toverwoorden. De toverwoorden? Tuurlijk! Maar natuurlijk! Ik ga het even proberen. Ga je gang. Oké. Dan gaan we. Hoe ging het ook weer? Oh ja. Ladi, scontardi, kabouter, kom tevoorschijn, kabouter. Oh! Kijk! Dat bedoel ik nou. Zeg, dat was snel. Super snel, hè? Nou, dan hoef ik ook niet meer te zoeken. Ja, maar dit sprookje wordt pas echt als er kinderen zijn. Oh, dus we moeten op zoek naar kinderen. Ik heb een idee. Ja? We gaan samen op zoek naar kinderen die jou tot leven kunnen toveren. Dat is een geweldig idee. Ga je mee? Ja, laten we gaan.